zoekt. Komt er zo in. Voor Pantelic. Actie van Zoek. Even in de buurt van de bal. Vervanger voor dus voor Pantelic. Zoek. Voor de stemming. In de top. Zoek. Rommedaal met Slijngaard. Niemand heeft echt die tijd nodig. Komt ook weer even aan zijn minuten. Zoek. Nee, Sherika. Koenders en Soek komt helpen voor Beier. Kavri door. Kavri nu nog door. Ik wil de bal al lang al hebben, maar Soek stond al buiten spel. Overtreding aan de lijn. Die denkt van gauw goed maken. De tribune daarachter, het doel van Celica, waar meestal de stevige aanhang van Sparta is. En dus zal het uitblijven. En zal het waarschijnlijk bij 3-0 blijven. Of Zoek moet ineens... Nee, hij kon niet verder, want hij werd tegengehouden door Knol. En Knol loopt daar zelfs nog een kaart mee op. Ja, dat zijn van die momenten dat het niet meer hoeft. Als iedereen zich eigenlijk al lang al heeft neergelegd bij het resultaat van zo'n wedstrijd... Dan is dit, kijk in het boekje en daar staat dat dit inderdaad niet mag. En dat er een kaart voor moet komen. Dat is toch jammer als je die zo eventjes nog meepakt. En dat alles is dus de constatering hier op Spangen. Sparta.